We hebben nu eigen motorkratten bij Racecracks en ik wil jullie eens laten zien voor de komende trip naar Spanje hoe je deze bijvoorbeeld kan vullen met je spullen. Als eerste zet je dus je motor erin, zetten we vast met spanbanden. Je kunt bijna niet zien, maar hier is de voorkant. Trekken we in de voorvering en daarna als eerste zou ik een deken of een motorhoes om je motor heen doen. Zodat door je spullen eromheen je lak niet beschadigt. De palen, die zijn demontabel. Die doen we als laatste eromheen. Wat je eigenlijk kan doen, als je dan zo je spullen eromheen hebt staan. We hebben dan krimpfolie beschikbaar. En die wikkel je om je spullen heen. Dus niet om de palen, maar enkel om je spullen. En als die dan ingewikkeld is met de krimpfolie, dan doen we de palen eromheen. Wat hebben we zo op de motor? Enig wat hier even ontbreekt zijn de voor- en achterbok. Je kan eigenlijk handig de voor- en achterbok om je achterwiel heen schuiven. En dan kan je daarop bijvoorbeeld je velgen zetten. Je velgen kan je misschien ook eventjes een beetje ophangen over je zadel heen naar de andere kant. Dat heb ik bijvoorbeeld hier met de stoel gedaan. Dit is dan een klapstoel. Je kan ook een grote relaxstoel erop kwijt. Op deze manier doe je bijvoorbeeld het spanbandje aan de andere kant toe. En heb ik hier bijvoorbeeld een benzinetank aan opgehangen. Hier nog een tweede benzinetank. Dat kan soms wel eens handig zijn. Hier een tas met allerlei spullen en een verlengstoer. Bandenwarmers kunnen erin. Nou, hier zie je dus de achtervelg. Hier zit wat tankspullen in. Trechter. Hier een tas met motorkleding. Mocht die te groot worden, kun je altijd je laarzen even apart doen. Dan prop je die hier een beetje aan de voorkant. Mocht het dus afvallen, neem dan spanbandjes mee. Of wij hebben ook wat touw, dat je eventjes wat op kan hangen. Hier zie je bijvoorbeeld ook een spanbandje zitten. Zorg ervoor dat de banden op zijn plek blijven. En hier deze tas niet naar achteren glijdt. Dan hou je alles een beetje bij elkaar. Hier bijvoorbeeld heb ik ook nog even een spanbandje eraan gedaan. Dan kun je bijvoorbeeld aan die band weer een tasje hier ophangen met wat lichte spullen. Ja, dit is dan een beetje zacht, dus dat deukt wel een beetje in. Hier heb ik nog een gereedschapkistje. Hier nog een extra set banden die je eromheen kan doen. Dus daar zie je de helm. Dus ja, zo zou je het een beetje kunnen doen. Op een gegeven moment is het dan een tweede bok erop en dan gaat het in de vrachtwagen onderweg naar Spanje. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben aan deze tips en we zullen jullie altijd zoveel mogelijk proberen te assisteren. Met name met even de motor vastzetten dat goed staat en dan kan je je spulletjes eromheen zetten. En mocht je er niet uitkomen dan helpen we altijd een beetje met puzzelen. Tot het laden, tot de trip naar Spanje. Doeg!